Welkom bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Welkom in Tilburg. Yes. Ik ben Rebecca. En ik ben Florian. En wij gaan jullie meenemen op tour. Ja, door de gebouwen van de FHK. Let's go. Naast muziek, theater, beeldend is er natuurlijk hier op de FHK ook een Dance Academy. En dat gebeurt vooral hier in de dansstudio's. En hier is ook een les bezig. En volgens mij staat Rebecca beneden om even een kijkje te nemen. En als je de sfeer hier zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? Heel veel diversiteit en dat zorgt wel voor gewoon een, of in ieder geval bij ons, een energieke sfeer. Dat is wel heel tof. Je hebt mensen van alle landen en natuurlijk praat je ook Engels, terwijl Nederlands je moedertaal is, dat is wat je gewend bent. Het is niet per se echt zo een echt hier docent en hier leerling. Het is wel van, ze staan er wel voor je, ze staan voor je klaar, dus dat is wel echt super chill. Hier op de FHK zitten wel 15 opleidingen onder één dak. En dat is hier in deze gang eigenlijk perfect merkbaar. Flashback. En achter deze deur zit de master architectuur en stedenbouw. En volgens mij kunnen we even naar binnen, maar we moeten wel heel stil zijn, want we zijn heel serieus bezig. Alle masteropleidingen werken hier op de FHK met elkaar samen tijdens onder andere de onderzoeksdagen. Ja, en je hebt bijvoorbeeld de Master of Music, Performing Public Space, kunsteducatie en choreografie. We zijn hier in het Academietheater en we gaan even kijken naar een flashback. Hier op de FHK zijn maar liefst 6 werkplaatsen. Een werkplaats voor textiel. Digitaal. Hout. Grafiek. Metaal. En keramiek. We lopen nu door de gang, door de kelder van Rock Academie. Waarom ben jij naar de FHK gekomen? Ja, vooral de vibe, de sfeer. Het past meer bij mij, of het past het meest bij mij. Dus ja, ik kom alleen maar creatievelingen tegen. Mensen willen dingen delen, mensen willen dingen zien. Dus ja, het is gewoon één grote creatieve sfeer en dat is super chill. Leuk, en wat ben je aan het doen? Ik was momenteel een beetje aan het schrijven en ik heb het eigenlijk net afgerond. Dus ik was het eigenlijk aan het oefenen. Ja, dagelijkse zaken voor een young boy. Blijven voor bewegen in een convoy. Willen focussen op het feit dat ik me ontplooi. Vandaar dat ik mijn zonnes in het rond strooi. Hoi. Hoi. We zijn hier in de digitale werkplaats. Volgens mij is het tijd voor een flashback. In dit lokaal zijn de mensen van de Academie voor Muziek en Musical Theater bezig, maar... Mogen we gewoon naar binnen? Denk het wel, kom. Hij zit een beetje met zijn vieze geur aan mij, toch? Dat is het. Dat is echt niet waar! Dat is het. Ik wil van haar de context weten. Zo, Rebecca, waar moeten we nu naartoe? We hebben hier bijna alles gehad, dus okay. Ik denk naar de circushal. Die hebben we nog niet gezien. De Academy of Circus and Performance Arts. Oké, okay, yes. Dan moeten we op de fiets, toch? Ja, laten we de fiets even pakken. Okay. Als er nu één opleiding internationaal is op de FHK, dan is het wel deze opleiding. We zijn namelijk bij de Academy for Circus and Performance Arts. Dat was het weer. En wil jij nou ook op Fontys komen studeren of wil je meer informatie? Ga dan naar fontys.nl/kunsten. Of volg de FHK op Twitter, Instagram of Facebook. Yes. En dan hopelijk zien we jullie volgend jaar op de FHK. Tot ziens.